Go. Good to go. Shit, ik heb eventjes door jouw scriptie heen gekeken. En ik ben begonnen bij pagina 1. Even. Ja, dit moet nog geschreven worden. Algemeen. Inhoudelijk denk ik dat het best goed is. Als zijnde een normale TWK-scriptie. Maar we hebben te maken met een onderspoken scriptie. En daar is juist die onderzoekscomponent en de onderbouwing en hoe je dingen onderbouwt met referenties, is juist heel belangrijk. En die mis ik een beetje. Daar moeten we even aan gaan werken. Dat is even globaal hetgeen dat ik het allerbelangrijkste vind dat je nu meekrijgt. Dat heb ik overal gespecificeerd. Dat zal ik je daar ook laten zien. Ja. Kort even over je even chronologisch erheen. Management summary. Denk even aan je volgorde. Mijn stellingname is: management summary begint bij de context, dan de aanbeveling, dan de onderbouwing. En niet chronologisch erdoorheen. Ja, dus zoek het even op in Elling. Ja, nee, staat daar. Ik moet daar nog aandacht aan besteden. Het schrijft het altijd op de lijn. Dan. Inleiding probleemstelling. Geen afkortingen gebruiken. Maar heb ik ref bij staan. Ref, ja. Ref, ref. Gewoon referenties gebruiken. Alles wat je niet zelf bedacht hebt. Ja. En door van anderen komt. Wil ik dat je een referentie bijzet. Okay. Nou zou je 150 referenties hebben met allerlei aanwijzingen wat je wel vandaan hebt. Yeah. Liever dat je ze 150 hebt dan dat je ze niet hebt. Okay, zeker voor een onderscriptie. Ik vind het super belangrijk. Yeah. Dus tweede algemene punt. Yeah. Dus die en die. Dan over de indeling. En ik ben zelf fan, maar goed, dat is een kwestie van smaak zijn van het volgende. Jij geeft hier een hoofdvraag. Hè? De doelstelling is helder. Hoofdvraag is dit. Ja. En vervolgens duik jij diepte deelvragen in. Ja. Nou ben ik een lezer die het als eerste leest, als het dan zo zijn, dan wil je eigenlijk weten hoe is de methodologie achter de deelvragen. Waarom is deze volgorde van deelvragen en deze deelvraag, waarom is die goed? Een soort van kapstok waar je je deelvragen aan ophangt. Ja. Die kapstok die heb jij. Ja. Namelijk het volgende hoofdstuk. Namelijk die visualisatie. Deze. Ja. Met namelijk ook zelfs een referentie naar het APSIT-model. Ja, klopt. Mijn voorstel is om de volgorde een beetje om te mikken. Okay. Ja. Om namelijk tussen je hoofdonderzoeksvraag en je deelvragen uitleg te geven over de methodologie. Dus. En dat is dit stuk. Dus je hebt gekozen voor. We doen dit ertussen plaats? Of? Ja, kijk, die structuur, deze, ja. Dat is een keuze van jou. Je hebt gekozen voor deze structuur. Ja. En aan de hand hiervan heb je je deelvraag ook opgesteld. Klopt. Wat je nu hebt, is dat je zegt: ik heb een hoofdvraag. Ik heb hier een hoofdvraag en heb ik deelvragen. Mm-hmm. En later vertel je dat je die deelvraag opgesteld heeft volgens deze methode. Dat is een soort van doelpunt scoren na de wedstrijd. Wil je dus dat die hele tekst van methodologie daartussen plaatst? Ik heb er een kopje gemaakt, methodologie. Oké. Okay. Snap je? Dus hier heb je dit methodologie genoemd. Er is een verschil tussen, overigens tussen methodologie en methode. Oké, okay, dat weet ik niet. Een methode is iets gewoon hoe je iets doet. Ja. Bijvoorbeeld, ik snap. En de methodologie is één stapje erboven. Waarom je de volgorde van de dingen die je doet, dat je ze doet. Snap je? Ja. Dus je hebt een methode zijn de fijn model en dat model en dat model. Dat zijn methodes. Ja. De methodologie is, ik moet uiteindelijk uitkomen bij een onderzoeksdoel was een bepaling van de wenselijkheid en de leefbaarheid. Mm-hmm. En ik gebruik deze kapstok om daar te komen. Okay. Dus wil je dat het schrijft richting een methodologie? Dus je gaat hierna, de methodologie is het APSIT-model. Ja. Dus hier tussen zeg je, dit is mijn onderzoeksvraag. Mm-hmm. En ik ga nu eens eventjes bekijken welke methodologieën, welke stappenplannen er nou zijn om te komen tot wat ik nodig heb. Ja. Dan ga je vertellen van, hey Verdek, ik heb in de literatuur het APSIT-model gevonden. Dus eigenlijk
gaat het over... Nee, ik heb het absentmodel gevonden. Het absentmodel is het beste model wat je kunt hebben voor deze, voor de aanpak. Mm-hmm. Want dit en dit en dit en dit. Dat bestaat uit deze dingen, analyse, preparatie, synthese, met eronder een aantal stappen, ingevuld. En dan zeg je, mijn deelvragen heb ik opgehangen aan het absintmodel, namelijk preparatie. Ja, oké. Okay. Snap je het bedoel? Ja, ik snap je punt en ik vind het wel sterk punt. En dan lopen die deelvragen namelijk heel logisch achter elkaar. Neem je lezer neem je mee in ja. Hoe je erin gaat. Okay. Dus dan ook een stukje tussen dit, dus preparatie, synthese, methode, deze. De analyse, dus deze aanpak gaat er ook naar boven. Dus naar deze, dus die aanpak. Aanpak. Plus methodologie. Dat is in de omgekeerde volgorde. Methodologie, dus aanpak en dan zeg ik nog even aanpak. Ja? En dan rol je deelvragen netjes eruit en dan is het allemaal helder voor je lezer. Ja, ja. Okay. Dan methoden. Dan zeg je, hé, ik heb een methodologie, dit zijn mijn vragen. Dan heb ik methoden voor nodig. Onderzoeksmethode. Die zet je hier neer. Inderdaad, case study, die zou je eigenlijk misschien nog hieronder kunnen plaatsen. Interviews, je hebt metingen en je hebt simulaties die je gebruikt. Ja, de variabelen van en dat noem ik dus methode. Ja, onderzoeksmethode. Ja. Oké, duidelijk. Ja, dus een stukje methodologie en onderzoeksmethoden en methode om iets te gebruiken of modern. Okay. Ja? Ja, super. Dus, en dan heb je 1-0 al gescoord, dan heb je je raamwerk goed zitten. Oké. Okay. Dat is belangrijk. Dan... Wat vind je hoe het geschreven is? Dat is... Prima, het is goed geschreven hoor. Ja. Okay. Hier en daar spelfouten en zo. Omdat, ja. Ik denk even om je taal. T's en T's. Ja, maar het leest prettig, het leest lekker. Je gebruikt een goede structuur. Dus dat is prettig. Okay. Maar ik mis wel een aantal andere dingen. Maar goed, daar ga ik nog zo op terugkomen. Ja. Dan ga je naar de analyse. Nou, prima. Dan heb je hier de analyse. En wat je hier wel goed doet, en dat moet je vaker doen, is in die analyse gebruik je tools. Het EXD en het VNA en het AFD. Dus jij zegt, ik moet iets oplossen en daar heb ik tools voor of methoden voor om dat te doen. Ja. En ik heb deze methodes gekozen en ik ga ze toepassen. Die helpen mij. In feite zeg je, ik moet een gat in de muur hebben. Ik heb een boormachine en ik heb een hamer. Ik denk dat ik de boormachine ga gebruiken en ik ga het toepassen. Dat is in feite wat je doet. Ja. Dat doe je hier goed. Want hier ga je het eerst aanpakken zo. Dan ga je vervolgens die analyses doen. Dat is prettig, maar dat doe je niet overal. Nee, oké, okay, duidelijk. tweede puntje wat ik hier tegenkom is dat je die samenwerkingsintenties, ja. Deze. Ik snap niet dat die hier staan. Ik weet niet waarom ik het nu moet lezen als lezer. Ik heb die daar geplaatst omdat ze het model daar beginnen, zeg maar. Ja. Maar ik snap helemaal je punt omdat het pas een link legt naar het eind. Ja, dus misschien moet je dan in de methodologie zelf een aanpassing maken van de methode. Dat je zegt, hoewel samenwerkingsovereenkomsten en samenwerkingsintenties in de beginfase in het model horen, geldt het niet voor dit project, want dit en dit en dit, ja. Dus ik doe het later. Dus dan ben je eigenlijk nog een stapje hoger. Je zegt, niet alleen iets in de methodes, iets in de methodologie, maar je gaat de methodologie aanpassen aan wat jij nodig denkt te hebben. Ja. Dus weer een stapje hoger. Oké, maar dat mag? Ja, dan krijg je bonuspunten voor. Oké, okay, super. Want ik heb dat later een keer gedaan, maar ik wist niet dat het allemaal. Oké, duidelijk. Even kijken. Hier zeg je dus, ik gebruik deze modellen om het op te lossen. Ja. Hier... Als je een stadsprofiel gaat maken, ik denk niet dat de term stadsprofiel heb je niet zelf verzonnen. En deze dingen heb je ook niet zelf verzonnen. Nee, dit heb ik in overeenstemming gedaan met Rutger, omdat hij dit er graag in wilde. Ja, het is goed. Oké. Okay. Maar zoek eventjes een refje. Ja. En zoek bij deze ook allemaal even een refje. Ja, maar ik heb stadsprofiel wel zelf verzonnen. Zoek er toch maar een refje bij. Ja, oké. Okay. Dus...
zorg ervoor dat je een vast een refje bent te vinden. Ja, okay, maar goed, dus, dan... Ja, dan. Net zoals klantprofiel... klantprofiel, methodologie, dat heb ik even weg hier. Dan moet je ook eventjes een... wat is een klantprofiel en waarom? Even een refje bij doen. Dan heb je hier over een... Hier introduceer je stadsprofiel, je zegt je generiek stadsprofiel. Mm-hmm. Als dat iets anders is dan een stadsprofiel, moet je het even uitleggen. Ja. Dus je moet even meer met refs hier werken en met methoden en die je even aanhalen. Ja, duidelijk. Ja, dat maakt een TWK, een normale TWK-scriptie zou ik zeggen. Joh, leuk bedacht, doe eventjes methode erbij. Maar van jou verwacht ik het gewoon. Ja. Dus ook hier, hier zeg je bij. Dit. Ik snap het, maar ook weer eventjes. Dus ja, het vast iets over de gemeente afstand. Ik snap het heel erg in dit hoofdstuk. Hier ook, hè? Hier zeg je: ik heb 3 dingen meegenomen. Waar haal je die ze vandaan? Waarom niet 8 dingen? Of waarom niet 2 dingen? Of waarom niet 9 dingen? Of jij zegt: ik denk 3 dingen. Mm-hmm. Nou, vertel mij maar dat die 3 dingen. Dat zijn de 3 dingen zijn die je moet meenemen. Ja. Dus die onderbouwing en die methode, die verwacht ik daar ook weer. Ja. Hier zeg je het ook weer, de minimale pendelafstand is 2 kilometer. Hier. En de pendelfrequentie is minimaal 1 keer per week. Ja, onderbouw dat dan eens. Oké, dus dit hoofdstuk is gewoon onderbouwen. Eigenlijk is alles steeds onderbouwen. En dan doe je gewoon met een refje eventjes erbij, of eventjes een doelverwijzing. Wat heb ik daaruit gehaald? Heb ik daaruit gehaald? Deze keuze gemaakt. Hier ook, eigenlijk weer hetzelfde. Mars, scan, leg uit, onderbouwing, iets meer uitleg. Ja. Ook uitleg bij. Waarom? Dus hier, kijk hoor. Als succesvol. Nee, ja, nee. Ja, dat komt door die Eurotest. Ja, nee, wat is dan succesvol? Ja, oké. Wat ik ook niet snap is dit hè. Hier zijn ook de 3 slechtste zijn van dezelfde aanbieder, namelijk Overfiets. Mm-hmm. Dus maar Overfiets is toch 1 aanbieder, niet 3? Nou, het gaat om 3 systemen. Ze zitten en op 3 verschillende plekken. Dus gewoon in elke stad. Ja, maar dan moet je even heel duidelijk uitleggen. Want ja. Ik ging tegen het plafond. Ja, oké, okay, goed. Dan gebruikerseisen. Ja. Dan heb je requirements model. Mm-hmm. Dat schreeuwt natuurlijk omdat je uitlegt welk requirements model je gebruikt. Heb je een plaatje beplakt. En dan zegt hij hier komt vandaan. Die zegt hier al Kwakman en Smulders. Maar ik denk dan van hey verrek. Wat voor. Maar wil je die niet, wil je hier? Of nou ja, je moet wel onderbouwen dat je wat je gebruikt. Dat je het goed gebruikt. Wat je vandaan hebt gehaald. En waarom je het doet. Maar daar staat er in de bijlage. Ja, maar ik kan toch niet alles uit de bijlage halen. Ik wil toch een integraal stuk kunnen lezen. Dus okay, ik zit er maar even in balans tussen vinden. Ik vind het goed wat je gedaan hebt. Okay. Maar voor het onderzoeksmethodologie wil je eigenlijk zeggen... Jij zegt nu, dit is het. Ja. Dat zeg jij nu. Ja, maar ik vind het lastig om te kijken van wat zet je er echt in en wat niet. Want ja. Ik heb er al een plaatje van laten zien, heel globaal, nou. Bij methodologie. Waar heb je het plaatje van het requirements model? Ja, ja. Heel, heel schematisch. En hij staat verder uitgelegd. Waar staat die dan? Ja. Dit. Dit is gebruikers moeten oplossingen. Heel schematisch. En dit is dan. Dit is. En hier refereer ik naar bijlagen gebruikte modellen. Gebruikersambitie, oplossing, behoefte. Deze 3 komen identiek overeen met daarboven. Behoefte, gebruikersambitie en oplossingen. Nee, behoefte, nee. Oplossingen en kenmerken, want die staan eronder. Behoefte, oplossing, die heb ik niet gezien. Die staan eronder, die staat op de pagina eronder. Onder? Ja. Ja, nou. Oké, okay, dus jij wil... Voor een lezer die het voor het eerst leest, is het niet helemaal duidelijk. Oké, okay, ik ga het gewoon aanscherpen, oké? Okay? Scherp het even aan. Ook pagina. Dus zoals eerder gemeld en zo. Dan geef jij hier allemaal waarderingen. Daar. Ja. 4.2, 3.2. Mm-hmm. Waar haal je die vandaan? Interviews. En waarom is het 3.2? Omdat het op een schaal van 1 tot 5. En waarom is het 3.2?
Heb jij een 3.2 gescoord? Oh nee, ik heb een gemiddelde genomen van... Okay, dus het gemiddelde? Ja, van 12 interviews. Van 12 interviews. En dat waren gestructureerde interviews. Een half gestructureerde interviews. Met daarin de gegeven waardering voor? Ja. Dus ben ik met ze doorgelopen. Dat is een deel van het interview. Oké. Okay. Haal ik dat hier uit? Ja, ik zie hier een interviewschema. Ja. Dit is score, hè? Dit wordt het niet... Ik kan het zo lang maken als je wil. Ja. Je mag maar 40 pagina's inhouden. Ja, klopt. Maar ja, dit is wel... Ik snap het. Ja. Maar dit is precies zoiets waar zo'n commissie gaat zeggen van... Leg dit eens even uit, beste man. Waarom is dit zo? Maar dan kan ik toch wel zeggen van... Nou, dan scoren we even een bijlage 2. Waarom zou je niet hier een regeltje toevoegen? Dit is gedaan, dit is gedaan. Formuletje erbij. Ja. En dan refereer naar de bijlage waar je netjes alle grafiekjes in gezet hebt en zo. Ja. Oké. Okay. Dus dit roept vragen op. Vragen is goed, maar het moet niet vragen zijn omdat ze het niet goed vinden. Nee, oké. Okay. Ook uitleggen waarom hier niks staat. Ja. Dus je moet hier eventjes die onderbouwing doen. Dat is scoren. Dit is gewoon. Je hebt een methode, je hebt resultaten, je hebt conclusie. Je laat nu eigenlijk alleen dit zien. De resultaten heb je niet laten zien. De methode heb je wel even aangehaald. Maar ook de methode ertussen, dus de interviews, die heb ik ook niet gezien, staan in de bijlagen. Dus dan moet je dit even wat langer maken. En dat je dus als lezer ziet, want je schrijft een scriptie. Punt 1, om een scriptie te zijn. True. Punt 2, om een commissie te overtuigen dat jij op hbo-niveau een scriptie schrijft. Ja. Dit, je laat nu alleen dit zien. Ja, dan schreeuwen ze natuurlijk om dit stuk. Ja, oké. Okay, hoe kom je nou hier aan als je dit gehad hebt? Vanuit de oplossing. Moet je ze niet even nummeren dan? Ja. Dat je zegt hier B1 en dat je hier B1 verwijst naar dit of zo. Nu lijkt het los van elkaar te staan en daardoor krijg je dus een dan ben ik als lezer even lost. Ja, oké. Okay. Ja, het is meer van, ik kan ze niet achterplakken in de tabel. Wat? Het is een A3'tje die al, ik krijg hier geen, niet meer tekst op. Ja, deze toch zo, een nummer? Ja, en dan, oké, daar even. Ja, doe iets, maar zorg dat het ook teruglinkt naar boven. Ja. Want ik had het dus niet door dat dit naar boven linkt. Ja. Dan gaan we hierheen. Mm-hmm. Hier zeg je gebruik voedingsmiddel. Kijk hoor, dit is goed. Even de statistiek eventjes inleiden. Hoe kom je in de data? Ja. Data. Even statistisch onderbouwen. Dus statistisch onderbouwen. Ik heb dat in de bijlage gedaan. Ja, maar ik heb dat in de discussie gedaan. Ja, nee, dat moet even iets eerder. Oké. Okay. Statistiek bijgezet. Ja. Hier ook eventjes statistisch onderbouwen. Ja. Dat deze data die kan zijn, maar je hebt altijd nog iets als behavioral change en product change. Mm-hmm. Dus ja, dat niet zeggen dat alles moet dat ik ga gebruiken, dat haal ik uit in ieder geval. Mm-hmm. Dan ga je hier iets laten zien. Met hier een eentje en een tweetje staan. Mm-hmm. Geen idee. Ja, kijk, dat is onhandig met die pagina's, omdat daar een eentje is. Ja, ik dacht dat het dit was. Maar hier heb je toch al behavioral change, mate van gedragsverandering staan. Ja. Dat staat hier. Dat kan net zo goed weghalen. Ja, ja. Ja, ik snap niet helemaal hoe je dat... Ik snap niet hoe je dat bedoelt. Ja. Maar ik begrijp wel dat het goed is. Oké. Okay. Maar ik zie hier nog een heel stuk lege ruimte. Ja, dus kan ik het toelichten. Dus ik ga even toelichten. Dit is nog niet genoeg. En ook met... Dus... Wat heb ik hier nou uit geleerd? Ja, oké. Okay. Ja, dus ik vind het goed wat je doet. Je zegt, nou, dit is een maar eigenlijk, een nuancering van dit. Ja. Want je hebt weer veel change wetgeving. Ik vind dat het hier zit. Ook uitleggen waarom jij vindt dat ze hier zitten en niet hier zitten en daar zitten. Of daar zitten en daar zitten. Mm-hmm. En dan, na die uitleg zeg, en dat betekent dus voor mijn... Dit. Ja, hij viel trouwens een dingetje, ging hier automatisch zetten. Even kijken. Hier ook, hier bij 88 metingen. Ja.
Is dat dan genoeg? Nee, dat staat ook in de bijlage. Nou ja, kunnen we het straks ook nog wel even over hebben, over die metingen. Ja, maar even kijken. Ja, ik had daar een statistische verantwoording staan. Ik dacht van ja, misschien moet dat in de discussie maar. Juist. Nee. Dit is een afgerond stukje, hè? Dit is echt een... Ja. Dus ik zou hier zeggen, nee. Maar ik zat heel erg met, je mag met 40 pagina's. Ja. En het is niet 40 pagina's inhoud. Maar je kunt nu die kleiner maken, die anders maken. Ja. Wat ik niet begrijp, wat ik onmogelijk kan begrijpen, is dat je hier zegt, tot 7 uur 18 en 36 en zoveel ritten. Ja. En heb je hier ritnummers staan. Ja, omdat ik dacht, het is verwarrend. Nee! Want, maar nog wat, dit snap je dat dit een rit, dit zijn allemaal ritten. Ja. Met allemaal een tijdstip. Nu heb ik ritnummer staan, dan zie je de rit duur. Wat zou jij erin zetten? Ik zou een tijdstip stellen. Nee, want dit is een tijdstip. Nee, dit is de rit duur. Dit is de lengte van de rit. Nee, maar dit is nummer 1, nummer 2, nummer 3 is niet een tijdstip. Dat is een rit. Zie je uit de slot met zijn service 3? We hebben het weer over statistische onderbouwing hier. We zijn bezig met een scriptie. Ik ben nu een screencast America aan het opstarten. Dus ik neem nu op wat ik schrijf op zijn scriptie. En dat gaat via YouTube naar hem toe. Dus alles wat je nu zegt, wordt opgenomen. Het is verschrikkelijk. Dat is mooi. Ik heb net, het mag opgenomen worden, net bij Jolanda verzoek ingediend om dit mee te begroten voor volgend jaar alvast. Echt waar? Ja. Allemaal tablet. Nou, voor jou en voor mij. Oh, wat fijn. En, akkoord? Werkste. maar dit is toch, je laat nu zien dat er een, weet je, wat ik nu zie, jouw boodschap is nu, er zijn korte ritten, er zijn lange ritten. Nee, vroeg en laat. Nee, maar dit is toch geen vroeg en laat? Oh, jawel, nee, je hebt gelijk, sorry. Ik heb het hier, dit is 57 minuten, ja, dit is 43 minuten. Oké. Okay. Dit is de, hoe lang is de rit geweest? Ja. En dit is niks anders dan dat er een rit is geweest. Ja, exact. Dus ik haal je niet uit. Inderdaad. Maar jij zegt hier, tijdstip per rit. Ik heb hem in verwarring gehaald met... Nee, oké. Okay. Nee. Hij klopt gewoon niet. Nee, oké. Okay. Ik had hier verwacht het tijdstip en hier de rit duur. En dan kun je zeggen, hey, 's morgens worden langere ritten gemaakt dan 's avonds. Ja, oké. Okay. Maar dat staat hier nu niet. Nee. Dit is mijn fout. Ja, toch? Die andere heb ik ook. Fout. Blijkbaar ook, ja. Okay. Hier zie je ook de afstand per rit. Ik zou hier ook de tijdstip verwachten. Men rijdt morgens langer en 's avonds langer. Bijvoorbeeld, meer kilometer. Mm-hmm. Nou, en daartussen minder. Dus, er gaat hier iets niet helemaal correct volgens mij. Okay. Dit vind ik tof. Heel gaaf, e-bike voordeel. Maar dit is zo mooi. Onderbouw het maar eens eventjes. Welke formule heb je hiervoor gebruikt? Welke... Snap je? Ja. Even onderbouwen. Ja, ja. Even berekening onderbouwen, bijlage verwijzen naar studie. Ja? Dat kan ik formule. Maar die formules wil je er ook echt in hebben. Ja, nee, dat is goed. Wiskundige onderbouwing. Ja, maar waar het om gaat, is jij moet toch even indruk maken op die commissie. Mm-hmm. Okay. Het lijkt, weet je, ik wist niet dat erin moest. Nee, dat zit allemaal in een stuk. Het mooie van jouw stuk is... Ja? Dat het zo makkelijk leest. Eens het makkelijk lijkt, wordt het minder gewaardeerd als het moeilijk lijkt. Goed punt. Oké. Okay. Dus jij moet eigenlijk even aandikken dat het ontzettend moeilijk was. Ja, oké. Ja. Dan doe je er even een wiskundige formule erin te frutten, dingen moeilijk te maken, aanhangen, dat soort dingen. Dat maakt dus dat iedereen denkt van, je gast heeft er echt over nagedacht. Ja. Hoeft niet waar te zijn, maar... Poh. Dus hier ook, hè? Hoe kom je hier nou aan? Ja. En hier ook, hoe kom je hier nou aan? Het is wel goed. Ik vind het superleuk bedacht. Ja? Ik denk dat hier wel iets dat je hier slims bedacht hebt. Maar, weet je? Solvertje. Dus hier heb je nog een ruimte om het op te schrijven. Oké. Okay. Ik ga de lege ruimte benutten. Even kijken. Storyboard. Je moet nog tekst, hier komt allemaal tekst bij. Oh, ja. Maar het is meer van hoe doorloopt de klant. Maar goed. De zachte kant. Even kijken hoor. De zachte kant, leuk. En dan maak je het wat kleiner. Tot haar was ik gekomen. Oké. Dus mijn visie is dat je goed bezig bent. Wat is statisch nodig? Is goed, netjes. Ja.
En ik geloof echt dat het hier een goede scriptie uitkomt. Maar waar ik een beetje voor huiverig voor ben, is dus die onderzoekskant. Die je er even in moet frotten. Dus echt referentieonderbouwing. Ja. Alles wat je niet zelf bedacht hebt, moet je zelf doen. Ref. Ja, dat is van die methodologie. Dus allemaal onderzoeksvaardigheden. Structureren. Dus voor de rest allemaal ref. Ref, onderbouwing, ref, maak het moeilijk. Ja. Dat is in feite de strek. Want inhoudelijk is het leuk. Oké, dat is goed. Het is de shit show. Ja. Dus inhoudelijk is het leuk, maar dan moet er even wat meer onderbouwing in. Oké. Dan ga ik het over doen. Mooi. Ja? Ja. Ja, je kan de rest al doorlezen. Nee. Hoe gaan we dat doen? Dit